Als ik mijn deur open laat staan, ja, dan lopen mensen naar binnen toe. Dan kun je die mensen ook niet eens kwalijk nemen. Maar als ik mijn voordeur dicht doe, dan staan ze voor die deur. Met andere woorden, dan is er nog een keuze. U stelt ons als Nederland niet meer voor de keuze, maar u zet die deur gewoon open. Daar gaat het mij om. En u geeft daar geen antwoord op. Want u zegt, ja, het is zo ellendig als ik die mensen eenmaal hier heb. Hoe gaat u er nou voor zorgen als kabinet dat die instroom afneemt? Want het is niet sociaal voor Nederland. Het is ook niet sociaal voor de vluchtelingen die hier al zijn. Want het wordt één grote volle prop van mensen in een procedure die niet meer eindigen zal. Voorzitter, daarvoor moeten we gesprekken aan met de landen van herkomst. Maar daarover moeten we gesprekken hebben met de landen van herkomst. En u weet dat die landen niet staan te springen in de meeste gevallen om mensen terug te nemen. Dus dat daar de blokkade op zit, die zit niet aan de kant van Nederland en de Nederlandse regering.